En wat is er heerlijker dan dit? Aan de Maas zitten, in de zon, met een tas vol boeken. Kijk, natuurlijk kan je naar de boekhandel. Dat stimuleren we alleen maar. Of naar de bieb. Ook dat stimuleren we. Maar heb je daar geen tijd, geen geld of geen zin in? Ga eens langs een mini-bieb. Stap eens binnen, stap eens af van je fiets en kijk eens in zo'n ruilboekenwinkel. Kijk, ik heb een strip, een realityboek. Wat nog meer? Een Engelstalig boek, natuurlijk. Kinderboeken, ook volop. En, nou ja, zelfs de nieuwste Stephen King heb ik gevonden. Allemaal gratis en voor niks of om te ruilen. Kijk, in Kuik kun je op verschillende plekken ook in een supermarkt terecht. Ook daar staan boekenkasten waar je boeken kunt lenen, kunt ruilen of gewoon kunt meenemen. Maar Wijk TV De Valuwe, die gaat langs de kleine ruilboekenkasten. En je ziet, uren leesplezier voor iedereen. We staan op de Heggerank in Kuik. Op de Heeswijk is dat. En nou ja, als je hier van de rotonde uit de Heeswijk binnenrijdt, dan zie je het al meteen. Tenminste, als je oplet, want het is een mini-bieb. Nou, goedemorgen Franka. Goedemorgen. Je hebt echt een hele leuke mini-bieb hier staan. Ja, dankjewel. Hoe ben je daartoe gekomen? Nou, ik ben zelf eigenlijk wel een boekenwurm. En soms koop ik gewoon boeken op een rommelmarkt of in een kringloop. En dan kom ik thuis en denk, oh, dat boek heb ik al. En dan wordt er maar bewaard van, misschien kan je er iemand blij mee maken. En toen kwam ik eigenlijk vaker een mini-bieb tegen. En ik denk van, oh, kan ik eigenlijk ook wel doen. Want dan maak je ook weer andere mensen blij met de boeken die ik dan toch niet gebruik. Ja. Want zo is eigenlijk de gedachte begonnen. Je ging zelf ook al bij je mini-bieb ruilen. Ik heb ook wel eens ooit wat boeken gehaald, maar dat was niet eigenlijk de opzet dat ik dit zelf ook ging doen. Maar het was meer dat ik het zag en ik denk van, oh, dat is wel leuk om dat voor de buurt te doen eigenlijk. Ja. Hoe lang heb je deze mini-bieb al? Zeker een jaar heb ik hem hier al staan. Deze tenminste. We hadden eerst een andere, gewoon een kastje, dat ik dacht van even kijken of dat het wil. En er was best wel veel aanloop voor en toen dacht ik van, ja, dan gaan we ook een echte mini-bieb maken. Ja. Het is niet echt zo dat je denkt van nou, coronatijd, mensen hebben niks te doen, we zetten er een neer. Je had hem voor die tijd al. Ja, voor die tijd hadden we hem al. Ja, het is alleen maar drukker geworden door de coronatijd. Ja, dat merken we echt wel. Ja? Ja, ik moet nou echt vaker boeken erin zetten en er komen ook vaker boeken binnen. Ik denk van, oh, die stonden er eerst nog niet in. Dus dat is wel leuk. Ja. Want hoe kom je aan al die boeken die je er zelf in zet? Ik verzamel zelf heel veel boeken. Ik ben zelf ook een boekenwurm, dus daar komt dan best wel wat binnen. En dan soms dan denk ik van, oh, dat is een leuk boek. En dan kom ik thuis en heb ik hem gewoon al. Dus dan, daardoor ben ik eigenlijk dit meer erbij gaan zetten. En dan heb ik nog eigenlijk, dat ik denk van, oh, die heb ik niet. En dan kom ik thuis en heb ik hem toch wel. Ja. En dan vind je het niet zonde om hem zomaar weg te geven. Want het is gratis, hè? Ja, het is gewoon gratis. Maar... ja, ik koop ze altijd voor een klein prijsje in. Dus dan... en je kan ook, ik doe ze via Zwerfboek. En dan krijg je ook wel eens ooit dat je een doos kan bestellen, zeg maar. En dan krijg je gewoon een doos gratis boeken die je dan ook erin kan zetten. En dat zijn meestal dan wel echt nieuwe boeken. Want wat is dat? Want ik zie het vaker voorbij komen, Stichting Zwerfboek. Ja, dit is onderdeel van Kinderhulp. Ja, daar collecteer ik toevallig ook voor, dus daar kwam ik ook mee op die site. En die maken daar eigenlijk reclame voor. Je kan daar ook je boek aanmelden. Dus als je zeg maar je boek komt halen, staat de code in. En die kan je dan online kan je die invullen. En dan kan ik dus zien van, Eva heeft dat boek meegenomen. En iemand anders heeft weer een ander boekje thuis liggen. En dan kan je dus ook zien als het weer verder verdeeld wordt. Dus zeg maar dat ze het in een andere bieb zetten of als ze het in de trein laten liggen, dat gebeurt ook wel eens, dat ze gewoon in de trein gewoon achterlaten voor degene die dan weer in de trein komt zitten. En dan zie je dus waar het boek verder naartoe zwerft eigenlijk. Dat is de opzet. Alleen
niet iedereen snapt het gelijk. Dus meestal nemen ze het mee en dan weet ik verder niet meer waar het blijft. Dus ja, het is ook wel leuk om te zien van waar gaat mijn boek naartoe? Blijft het in Kuik of gaat het heel Nederland rond? Ja, het lijkt me heel grappig om te zien van als iemand hier aan de Maas het eerst heeft gelezen, dat het volgende keer in Katwijk aan Zee is of zo. Ja, bijvoorbeeld op vakantie of zo. Ja, dat zou dus ook kunnen dat het gewoon in Spanje terechtkomt of zo op vakantie. Ja, dat zou natuurlijk allemaal leuk zijn als je dat dan ziet. Ja. Hoeveel boeken heb je ongeveer in je bieb staan gemiddeld? Oh, ik heb geen idee. Ik denk 20 per plank of zo. Dus dan zitten er wel 80 in. Ja. En als ik zo kijk, dan zie ik, nou ja, voornamelijk kinderboeken, klopt dat? Ja, het meeste wel. Ja, soms komen er ook wel boeken binnen die gewoon ook voor volwassenen zijn. Maar dat is mondjesmaat, zeg maar. Maar die zijn er ook wel weer heel snel uit. Dus er is toch ook wel vraag naar eigenlijk. Dus het nu met de corona te maken heeft, weet ik niet. Maar ja, daar merk ik dus wel dat er gewoon ook snel eruit gaat. Ja. Dus volwassen boeken loopt wel, maar toch zeg je van nou, we pakken hoofdzakelijk kinderboeken. Waarom? Ja, ik ben gastouder, dus ja, kinderen is toch wel mijn passie eigenlijk. En zelf spaar ik ook series van kinderboeken. Dus voor mij blijven die kinderboeken blijven over. Ja, ja. Ja. Nou ja, dan vraag ik toch even heel nieuwsgierig. Wat spaar jij zelf dan? Ja, de meeste heb ik nou al wel compleet, maar ik had zeg maar van vroeger uit al de Olijke Tweeling, die heb ik toen gespaard, maar daar had ik zeg maar 5 of 6 delen niet van. Ja, die heb ik inmiddels dus wel. Maar dat is dus ook met meerdere series, vooral van Kluitman series. Ja, die vind ik allemaal wel leuk. Ja. Ja. En merk je ook wel eens dat mensen echt met een hele serie hier komen die dan in het kastje worden gezet? Ja, meestal niet een hele serie, maar wel 3 of 4 delen ervan. Ja, ja, dat zie ik wel. Die dan, ja, de modernere boeken eigenlijk. Dat ik denk van, moet ik dan nog aan gaan beginnen? Mijn kasten zitten al vol. Maar dan blader ik wel ooit eventjes er doorheen. Dat ik denk van, nou vind ik hem wel leuk. Maar ja, meestal heb ik ook geen tijd meer om zoveel boeken te lezen. Heb je ook wel eens een boek gekregen waarvan je dacht, nou, dat vind ik zo'n bijzonder boek. Of zo speciaal, of iets wat jou echt heel erg aanspreekt? Oh, dan moet ik even denken hoor, heb ik dat echt gehad? Ja, een stripboek. Een stripboek lees ik altijd zelf eerst even voordat hij in de bieb gaat. Als ik ze eruit haal, dan... Ja, stripboeken vind ik wel... Dat heb je ook altijd zo gelezen, hè. Dat is een paar minuten en dan is die uit. Ja. Want die mogen ook gewoon meedoen. Ja, stripboeken, prentenbroeken. Niet zo makkelijk in, maar ja, dat mag wel. Dan leg ik ze gewoon zo erbovenop en ja. Heb je ook wel eens iets bijzonders meegemaakt zo hier nog bij die mini-bieb? Nou, ik heb een keer meegemaakt dat ik 's ochtends ging kijken of dat er boeken uit waren of dat het niet meer recht stond of zo. Want daar hou ik dan toch wel een beetje bij. En toen was gewoon bijna de mini-bieb helemaal leeg. Dus toen ik alles bij elkaar had gezet, toen was er nog maar 1 plankje gevuld. En de rest was gewoon weg. Oh jee, en weet je hoe dat kwam? Nou, de volgende dag kwam er een man aan de deur en die zei van, mag ik deze boeken ook? Want ik had hem natuurlijk wel weer gevuld. Van, mag ik deze boeken dan ook weer meenemen? En toen herinnerde ik me dus van dat die dag ervoor, of een paar dagen ervoor, iemand had gevraagd van, is het gewoon gratis? Dus ik zei, ja, het is gewoon gratis. Je hoeft geen abonnement of zo. Het is gewoon, je mag gewoon de boeken mee naar huis nemen en dan lezen en dan kan je ze gewoon weer terugzetten. Of ergens anders. Maar ja, dat was dus te weinig informatie, denk ik, voor die meneer. En die heeft ze gewoon allemaal mee naar huis genomen, want hij verzamelde ook boeken. Oh, okay. Ja, maar dat was eigenlijk dus niet de bedoeling. Dus dan zei ik dus ook van, ja, het is eigenlijk de bedoeling dat gewoon heel Kuik en omstreken ervan kan genieten. En degene die hier langskomt, dat die gewoon een boek mee kan nemen en hem thuis kan lezen en dan weer verder kan ronddelen. Ja, en niet meteen de hele kast meeneemt. Nee, dat was een beetje. Dus ik was wel een heel stuk weer door mijn voorraad boeken heen. Dus ja, toen moest ik even boodschappen doen bij de kringloop natuurlijk. Ja. Ja. Maar goed, dan ga je zelf dus geld uitgeven om vervolgens de boeken weer gratis weg te geven. Loont zich dat wel zo? Ja, je krijgt ook heel veel mensen aan de deur die dan weer dankbaar zijn. Die zeggen van, oh wat leuk dat je dat doet. En vooral in deze tijd hebben we toch weer een uitje, zeg maar, om met kinderen hier boeken uit te zoeken. Dus ja, dat krijg je dan ook weer terug. Dat vind ik al, geld, je hebt het nodig, maar toch. En maar het is dus wel dankbaar werk eigenlijk, ja, als ik het goed begrijp. Ja, dat klopt. Met leuke contacten nog. Ja, ik ben gastouder, dus dan zit je de hele tijd binnen met de kinderen. En je ziet alleen maar
van die leeftijd. Dus af en toe een volwassen iemand aan de deur is ook wel leuk. Ja. Hoop je zelf nog dat er ooit een boek hierin komt te staan wat jij echt nog mist of heel graag wil lezen? Ja, ik heb nog wel series die ik niet compleet heb, maar dan vind ik het weer zoiets van, kan ik dan niet bij mij in de kast zetten? Want dan heb ik het boek gekregen, dus ja. Nou ja, je kunt je eigen boeken lenen, toch? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt wel. Nou, Franca, dankjewel voor je tijd. En nou ja, we hopen dat het echt leuk gaat draaien. Hè? En ja. Merk je ook wel eens dat je iets krijgt uit andere ruilboekenwinkels nog? Kastjes? Of niet? Ja, ik weet niet of dat iedereen met stickers werkt. Dus ja, kijk, als het dezelfde stickers zijn, valt het misschien niet zo op. Want ik weet natuurlijk niet precies welke boeken erin staan. Nee. Maar dat is me in ieder geval nog niet opgevallen. En er zijn ook gewoon boeken waar niks op staat. Hè? Dus dan weet je niet of die ergens van ons vandaan komen. Maar daar let ik wel altijd op. Van denk van, daar zou ik wel blij van worden. Als het vanuit een andere mini-beep hierin zou komen. Dat ik dat kan zien. Ja. Dat zou wel, dat zou ik echt leuk vinden. Om dat terug te kijken. Ja. Nou, bij deze. Wie weet. Misschien staat er volgende week wel iets in je kast. Ik hoop het. Oké. Okay. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan.